Ten slotte, ja, de opmerking over de veestapel is al gemaakt. Inderdaad, de enige feitelijke structurele lange termijn oplossingen die men daar iets wil bijdragen aan minder emissies, is natuurlijk minder vee. In Vlaanderen, dat is een oplossing ook voor een hoop andere problemen die we hebben. Maar om een of andere reden, in sommige landen zijn er heilige koeien, wij hebben heilige varkens. Maar ik stel toch voor dat we ook die discussie blijven voeren, want de conclusie is denk ik onontkoombaar voor zowel de levenskwaliteit in Vlaanderen als de milieukwaliteit als onze klimaatinspanningen.